Hebben jullie er ook altijd moeite mee? Dit vind ik eigenlijk nog toffer. Komt het moment. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag 11 oktober. Het is 7 uur 's ochtends en ik ben super moe. Ik had echt geen zin om uit mijn bed te komen. Ik heb daar zoveel moeite mee. Ik was al naar stage, hij moest 6 uur uit je bed. Maar ik begin 9:30, dus ik heb de bus om 8:15. Ik ga zo even naar beneden en dan wat eten natuurlijk. En even kleding aan en make-up. Gewoon alles wat ik in mijn morning routine doe. Ik ga straks naar school en na school ga ik naar Amsterdam. Want dan ga ik naar de kapper, naar Randy. Ik heb er heel veel zin in. Het is alweer 4 maanden geleden. Het is best wel nodig. Ben ik eerlijk. Vooral bij Tigo. Want als een man zijn haar 4 maanden niet knipt, dat is best wel heftig, zeg maar. Hij is van een opscheren naar een gedekt model gegaan. Dus het is nog wel wat. Ik zou zeggen, doe dat blauwe duimpje omhoog. En heel veel kijkplezier. Oh, mijn vader is echt lief. Hij heeft voor mij gemberthee neergezet en bolletjes. Ik heb er niet eens om gevraagd, maar hij weet dat ik dat lekker vind. Dat is toch lief. Ik zit even aan mijn ontbijt. Ik heb gewoon even yoghurt met muesli. Maar ik zit nu al te bedenken wat ik aan moet, maar ik weet het echt niet. Het wordt 23 graden, maar s'avonds koelt het heel erg af. Nu is het nog hartstikke koud, dus wat moet ik in vrede gaan aan? Ik weet het echt niet. Hebben jullie er ook altijd moeite mee? Ik wel namelijk. Ik denk dat ik dit superleuke nieuwe jurkje aan doe, maar ik ben heel, heel erg bang dat die te warm is. Maar het is nu pas 14 graden, dus ik wil het eigenlijk nu gewoon aan. En dan twijfel ik dus met panties, want hebben jullie ook altijd dat in elke panty bijna wel een ladder zit. Maar toch leg je het terug in de kast. Nou, bij mij zit er overal wel iets. Dus ik ga even zoeken welke nou goed is. En dan hoop ik dat ik er een vind die goed is. Ik zei het er net van, oh, mijn vader heeft thee en broodjes neergezet. Maar ik dacht, ja, misschien is dat wel helemaal niet voor mij. Maar kijk, hij appt het zelfs. Hey moppie, ja klopt. Heb ik net aangezet. Ik heb ciabatta broodjes voor je klaargezet en thee gezet. Nou, Tigo, mag jij ook wel eens een keer doen voor me? Ik heb me helemaal klaargemaakt voor school. En ik zal ook even mijn outfitje aan jullie laten zien. En wat ik met mijn gezicht heb, is gewoon mijn everyday make-up routine. Heb je die nog niet gezien, zal ik die hier in de kaart wel even linken, want die heb ik pas opgenomen. Zo ziet het jurkje eruit en ik ben er echt verliefd op en hij is van Come Get Fashion. Mijn schoenen heb ik nog niet aan, want die staan beneden, dus die doe ik straks aan, maar ik doe weer de laarsjes aan die ik letterlijk altijd aan heb. Ik ben weer op school en we hebben salon. Nou, wat vinden jullie ervan? Prachtig, toch? Ja? Ik zeg, dat is toch prachtig dit? Ik heb het helemaal getoupeerd. Dat moest van onze docenten vorige keer. Want dan kan je die Grace Kelly rol er beter in doen. Dus ik ben benieuwd of het nou lukt. Nou, nog even roze maken en dan is het de suikerspin. Ik had net bij een klant dat ik allemaal krullen gemaakt met de steltang. En ze was heel erg blij mee. Ik vond het er ook heel erg leuk uitzien. Want ze had ook een balayage, dus het zag gewoon gaaf uit. En we hebben nu even pauze en ik heb een smoothie gekocht. En geen broodje. Ik heb namelijk brood mee. Goed hè. Dit is mijn zelfgesmeerde brood. Het is niet eens brood. Het zijn gewoon bolletjes. Weer niet echt brood. En een smoothie. Ik heb weer een poging gedaan tot de Grace Kelly roll. En ik weet niet of dit hem is. Ik vind hem wel leuk. Maar ik weet niet of dit is wat het moet zijn. Dat was de vorige keer ook. Het is leuks gemaakt, maar het was niet hoe het moest. Ik heb school weer overleefd en ik sta nu op de roltrap bij Rotterdam Centraal. En ik ga nu richting Amsterdam. De trein komt over 14 minuten. En het is trouwens echt super warm buiten. Ik ben weer veel te warm gekleed. Maar ja, vanochtend was het heel koud. Oh, hij staat er al. Ik loop in het prachtige Amsterdam en ik ga nu de kapsalon opzoeken. Ik heb mijn Google Maps erbij, want ik weet de route niet uit mijn hoofd. Wel jammer trouwens dat ik alleen ben, want ik wil echt een foto in Amsterdam. Dat wil ik echt al super lang. En daar heb ik ook nog leuke kleding aan. Maar ja, ik kan moeilijk een foto van mezelf gaan maken. Maar ik zal trouwens wel even laten zien wat voor haar idee ik trouwens in mijn hoofd had. Ik vind zoiets echt super cool. Komt best wel een beetje overeen al met mijn haar, lijkt wel. Maar mijn haar is gewoon wat geliger. Dit vind ik eigenlijk nog toffer. Ik hou echt van dat, ja, Scandinavian blond, ijsblond. Wow. Kijk, daar is het. Yeah. Zo, ik ben binnen bij Salon B. Superleuk. We hebben net eventjes weer een kennismaakgesprek gehad. En even over wat ik nou precies van mijn haar wil. Maar we gaan weer babylights maken. En dat wordt gewoon weer cooler. En wat ik niet zie, dat kan natuurlijk niet. Want ja, dan moet je zoveel oplichten. Dat is slecht voor je haar. Maar we gaan gewoon steeds een stapje verder. En op een gegeven moment hebben we het resultaat. Laten we even alles klaarmaken. Ten eerste even dadelijk je puntjes even bijknippen. Ja. Dus eerst nog eventjes geven en daarna ga ik de kleur knippen. Ja. Nu hebben we het hier gewoon niet die klapje onder. Dit is wel een beetje onhandig, maar ja. Kom je met een statief naar de school. Dit is nog wel goed. Ja. Het is al wel veel beter hoor.
Ja, kijk, dadelijk gaan we natuurlijk echt even clean knippen. Yes, fire voelt wel echt super lekker. Ja, hè? Vanaf bovenaf. Echt heerlijk. Ja, ik vind het zo. Maar het punt. Ik neem nog even het oude stukje. Nou, de kleuren is klaar en we hebben trouwens net even een before shortje gemaakt. En dan gaan we straks natuurlijk ook weer de after doen. Yes. En het verbaast me hoeveel uitgroei ik had. Want van de voorkant heb ik dat helemaal niet in de gaten. Maar dat komt natuurlijk omdat het zo mooi overloopt. Het is toch wel weer een klein stukje. Het is nu 4 maanden geleden, hè? Ja. Ja, en 4 maanden groeit natuurlijk best wel snel. Als je vanuit gaat dat het per maand een centimeter groeit. Ja. Dat is toch wel... Dit, dus je haar gooit, dus dat is fijn. Maar ik heb tussendoor ook allemaal dingetjes geslikt. Ja, dat is goed. Wat ik heb had, je gebruikt? Nou, ik had deze Sugar Bears. Yeah. Ik vond ze een beetje duur op een gegeven moment. Ja, en ik vond ze niet meer lekker, omdat ik het elke keer. Ja. En nu gebruik ik gewoon van Kruid wat eigen merk haarpillen of zo. Okay. Haarvitamine, ik weet dat niet. Dat is goed. Ja. Ja, je merkt het verschil. Ja. Ik zal even uitleggen wat ik heb gedaan. Ja. Ik heb 2 verschillende kleuren gemaakt. Vorige keer hebben we er 4 toen gebruikt. Ja. Maar je haar is eigenlijk nog super mooi. Het is nu heel goed gebleven, alleen je hebt ook wel nog een uitgroeitje. Mm-hmm. Dus daarvoor heb ik een eerste oplichting klaargemaakt. En hier zit een klein beetje als verschil kijkt. Deze is ietsjes wat heftiger blauwer. Het is ook iets donkerder. Dit is een blondering met een magma kleur erin. En magma is eigenlijk een kleur wat ervoor kan zorgen dat hij nog koeler gaat worden. Oh ja. Dus dit is eigenlijk voor het aanzien, omdat de rest van jou wel best wel cool is. Dus ja. Dat hij gelijk een heel mooi kleur gaat geven. En ik heb een kleur klaargemaakt voor de punten. Het allermildste wat ik maar kon maken. En die gaan we om de 3 folies ga ik die eens even doorzetten. Zodat die nog net iets witter gaan worden. En ik ga deze mooie folies gebruiken. Oh, heel mooi. Dat is echt rosé. Oh. Dat is mijn lievelingskleur tegenwoordig. Dat is echt de allermooiste. Hieronder zijn ze dus eigenlijk wel nog steeds zilver. Wow. Maar ja, dit is fantastisch. Dus ik ga deze lekker gebruiken. Ja. En we gaan alles doen met baby lights. Ja, vorige keer ook. Yes. Die video link ik hier wel even trouwens als je benieuwd bent. En dan gaan we nu beginnen. Erin en ik zit nu onder zo'n warmtekap en ik moet 20 minuten intrekken en daarna kom ik even kijken. Maar kijk hoe gaaf al die roze fout of roze, alleen roze doel. Ik zeg heel goed, maar volgens mij is het helemaal geen goud. Het is gewoon een roze kleur, allemaal flikker. Superleuk. En ik ben eventjes aan het editen, want ja, dat moet natuurlijk morgen ook wel weer voor de vlog online komen. Ik zit weer in de heerlijke, hoe noemen we dat eigenlijk zo stoel? Dit is onze relaxzone. Relaxzone. En de folies gaan er nu uit en ik probeer de Tigo te bellen. Maar eigenlijk best wel jammer, hè? Want ze zien er zo mooi eruit. Ja, ik wil ze eigenlijk voor altijd inhouden. Dat kan niet. We laten ze extra nog erin. Dan heb ik geen haar meer. Met haar en al eruit. Ja. Dan heb ik geen haar meer over. Oh, maar het ziet er zo leuk uit. Ja, ja. Ik ben benieuwd hoe geel het is aan de bovenkant. Ja, valt wel mee. Ja, ik wou net zeggen, het valt best wel mee soms. Ja. Maar het komt dus echt door die magma. Daardoor ligt er gewoon veel poeder op. Ja. Maar ja, nu zie ik het inderdaad. Nee, dat is wel heel mooi. Ja, inderdaad. Het is weer allemaal blond. Ja. Want nu is het allemaal een beetje zelf gekleurd, hoor. Ja. Wel grappig. Maar wel af en toe is het nog wel weer net iets lichter weer. Ja. Ja, ik had sowieso wel wat kleurtjes die dan best wel wit waren door de zon. Ja. Is voor je aanzetje. Ja. Het gaat net ietsjes dieper zijn, zodat als je hier gaat uitgroeien, dat is iets mooier blind. En dan heb je een kleur klaargemaakt voor het allerlichtste van jaar, dus dat is bijna alles. En dat gaat hem gewoon heel mooi cool maken. Ik ben heel benieuwd. Thank you.
Er nu in en kijk dan hoe mooi. Je ziet hem nu al gewoon. Hij verandert nu al mee. Hè? Ja. Je ziet nu ook al die kleine typetjes en dimensies. Ik ben zo benieuwd. Superleuk. Ja, even wachten dan. Er komt het moment. Ja. Oh, mooi. Ja, ik zie het meteen al inderdaad. Ja, hè? Goodbye, yellow hair. Zo is echt veel mooier. En de spoeling is nu dus uitgespoeld. Spoeling, ik zeg spoeling, maar ik moet het tonen. Hij heeft wel even gewassen en een conditioner in gedaan. En hij gaat het nu weer even knippen, want net had je het even grof gedaan, toch? Ja, net had ik puur alleen van even voor de eerste puntjes, voor de lengte, zeg maar, te halen. Ja. Het is gedaan en zo meteen, nog knippen, dus dan kan wel een plek zijn, lekker lang instippen. Ja, dat is ook belangrijk. En ik had trouwens even een pokeball besteld, dus die ga ik dan straks opeten. Oh, heerlijk. Oh, love it. Oh, mijn jongens, ik ben er helemaal blij. Zo mooi. Mijn eten is bezorgd en Tigo is ook bezorgd. Ze kwamen echt precies tegelijk aan, super grappig. Hoe is het? Hoe is het? Ja. Tigo gaat nu even eten. Oh, maar dat was wel nodig hoor, die korst te plukken, want ja, die waren er afgeprijsd. Ja. En dan kan die even weer gezond zijn, joh. Precies. Want de bovenkant was wel prima, maar er was een heel groot stuk aan de onderkant dat ik dacht van, nee. Een voor stukje. Ja. We gaan nu de Olaplex erin doen. Yes. Oh, dat is heel lekker. Het ruikt ook wel lekker. Ik vind het ook lekker. Het is niet heel sterk. Ja. Daarna voel ik me haar nog beter aan. Ja. De pokeball is er. Kijk hoe goed die eruit ziet. Echt mega lang voelen. Ja. Deze kan je niet meer super kort maken. Maar ik ga wel even een mooi vorm maken. Dus vanavond kan ik gewoon de dikke die je hier ziet. En dat is ook een mooi van de So you say you wanna get away. We don't need a plane, could be your escape. Take you to a place. Mijn haar is klaar en het is zo super mooi. Doe even een duimpje omhoog als je dat ook vindt en laat het even weten. Ik ben zo blij. Je hebt het echt super goed gedaan. En weet je wat nog het allergrappigste is? Ik had dus een foto aan jullie laten zien van ja, dit zou ik wel willen, maar het zal wel niet lukken. Maar het lijkt zo erg op elkaar, het is echt bizar. Dit liet ik zien en dit is mijn haar. Het enige verschil is dat dit wat grauwiger is, wat grijziger en dit wat helderder. Maar dit vind ik mooier, mijn eigen. Wauw. Tigo, wat vind jij ervan? Super mooi. Mooi, hè? We lopen weer buiten en het is toch wel echt een leuke stad hier, Tigo. Geef maar toe. Het is zo gezellig. Als wij nu in ons dorp buiten lopen, hoor je gewoon de vogels fluiten. Nog niet eens. Dan hoor je gewoon speld vallen, zo stil is het. En hier is het gewoon druk en levendig en gezellig. I love dit. Ik wil hier echt wonen, soort van. Alleen het is gewoon hartstikke duur. En we gaan nu weer richting de tram en daarna de trein naar Breukelen. Want daar heeft Tigo de auto gezet en vanaf daar naar huis. En ik ben super blij met mijn haar nogmaals. Wat doen we nou? Rennen. Oh, we gaan door rood. Hallo. We zijn weer op Amsterdam Centraal en we hebben eventjes wat gekocht. Tigo, wat heb je? Ja, ja. Wat heb je? Sausagebroodje. Oh, sausagebroodje. Wat heb ik? Ik heb een breaker. Lekker. En we moeten nog heel lang wachten op de trein. Nog 20 minuten of zo. We hebben een treinreis achter de rug. Het was echt vermoeiend. Want het licht stond echt super fel. En dan word ik altijd heel misselijk omdat je niet echt naar buiten kan kijken. Maar we zitten weer in de auto en je ziet ons echt niet.
Hi, en we gaan nu weer lekker naar huis. En ik stuurde net een foto van mijn haar naar mijn moeder en mijn vader. En ze vinden het super mooi. We zijn alweer een hele tijd thuis. En het is alweer super laat. Tigo ligt er al te spitten. Ik kom net uit de douche vandaan. Ik heb mijn haar natuurlijk niet gewassen, wat logisch is. Maar ik ben nog steeds super blij met mijn haar. Ik deed net ook een staart in en het valt echt zo mooi. En ik ging het doorkammen en het is zo zacht. I love it. En de kleur echt... Ik vind het zo mooi. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het in ieder geval echt een super leuke dag. Dus nogmaals, Randy, als je nu kijkt, heel erg bedankt. Ik zal al zijn Instagram en YouTube en al die social media dingetjes even in de beschrijving zetten. En dan zou ik zeker hem even gaan volgen, want hij is echt geweldig. En dan hoop ik natuurlijk dat je morgen weer komt kijken naar een nieuwe vlog. Doei!